De UNDP heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bij verschillende verkiezingen ondersteund en zal deze samenwerking blijven voortzetten. Dit heeft de nieuwe UNDP-vertegenwoordiger in Suriname, Birdy Birdyev, gisteren tijdens een kennismakingsbezoek aan minister Brontosomohardjo en het managementteam verkiezingen kenbaar gemaakt. Daarbij is er gesproken over de wijziging van het kiesstelsel en de daarmee gepaardgaande uitdagingen. Minister Somohardjo benadrukt dat Suriname de lat hoog heeft gelegd en bekend staat om de organisatie van goede verkiezingen. De behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte F. Houssil is op 9 oktober voortgezet. Echter was de verdachte vanwege omstandigheden afwezig. De waarnemend procureur-generaal meester Esma Hadeel heeft in een schrijven gevraagd om uitstel voor het presenteren van haar repliek. Op 20 november zal de strafzaak worden voortgezet. Op die dag zal de waarnemend procureur-generaal het repliek voordragen. Ook de strafzaak tegen Paquito is op 9 oktober behandeld. Daarbij is advocaat Anton Karr gehoord als getuige. Deze zaak wordt op 17 november voortgezet. Minister Ramdin participeerde in de 13e high-level forum on the Korea-Caribbean Partnership in Seoul, Korea, op 10 oktober. Hierbij werden er discussies gehouden over verdieping van de samenwerking op de gebieden van handel, investeringen, toerisme, ICT, vernieuwbare energie en landbouw. Bij die gelegenheid werd een functionele overeenkomst getekend door de twee ministers om de samenwerking op een hoger niveau te trekken. De 13e High Level Forum is vandaag afgesloten.